is het tijd om de zee op te gaan. En dat doet ze met twee raszeilers. Yvonne Beuske en Erik van Vuren. Ik vind het best heel spannend. Het is natuurlijk echt een soort racewagen, maar dan op het water. En met al mijn ervaring. Jij bent prof, jij bent een semi-prof en jullie zijn wel een setje. In een relatie is het natuurlijk zo dat je gelijkwaardig moet zijn. Is dat op de boot dan ook zo? Op de boot zijn wij in functie. Hè? Wij zijn in dienst van de wedstrijd. Dus dat betekent, op dat moment is het enige doel waar wij voor gaan, die wedstrijd. Kijk, we hebben samen een deel van de Global Ocean Race jaren geleden gevaren. Ja. 6000 mijl zit je samen een maand op zee. Zo. Je moet heel veel vertrouwen in elkaar hebben. Ja. En het kan niet zo zijn dat voor elk wisselwasje je uit bed vandaan wordt gehaald. Dus dan moet je echt, ja, sommige dingen moet je, de meeste dingen moet je ook echt alleen kunnen. En dat vraagt gewoon heel veel vertrouwen in elkaar. En daardoor leer je elkaar ook wel heel erg goed kennen. Dat is een hele goede relatietest eigenlijk. Ja, in ons geval. Wat ben je nu aan het doen, Erik? Het begint al te waaien. Holy shit, ja. Dus dat is niet niks. Nee, ik merk het. Ja, wat we nu gaan doen, we hebben zeil gehezen. En dan gaan we richting de uitgang van de haven. En al dit touw? Deze spaghetti? Ja. Moet straks weg. Ja, want anders kan je daar nog wel eens over struikelen. Vlak voor de kust kijken, ondieptes. Die pieren die naar buiten steken. Ja, die zorgen natuurlijk toch voor de onrustig water. Ja. Dus voordat je weet heb je een golf in je nek. Oké. Okay. Dan gaan we zo wel even, ja, proberen natuurlijk een beetje te ontwijken. Maar ja, het is een raceboot. Snelheid, hè? Ja, maar jij bent een ervaren zeezeiler. Ja. Ik ga voor het eerst nu de zee op. Ja, en ik dus zeg je eerlijk, ik vind het echt wel een beetje spannend. Het is ook heel spannend. Ja, want ik voel echt het geweld van die boot. Ja. Het is heel echt. En je hoort het kraken. Je hoort de vallen tegen de carbonmast aan. Het geweld voel je nu al. En ja, jij zegt dat het nu meevalt. Ja, de golfslag valt mee door de windrichting. Ik wil niet zeggen dat de wind meevalt. Nee. Er staat behoorlijk wat wind. Ja. Kijk, er komt het eerste buiswater. Zoals lekker we hoor, ja. Blijf kijken, want straks gaat Jet het zwaar te verduren krijgen op een stevige Noordzee. Maar eerst beachvolleybal. We gaan weer terug naar Jet, want zij moet behoorlijk aan de bak op de Noordzee. Het geweld is voelbaar, je hoort alles kraken. Het buiswater vliegt me om de oren. Je voelt het natuurgeweld. Iedereen moet zich goed vasthouden om niet door de boot geslingerd te worden. Jet heeft de perfecte dag uitgezocht om het echte zeilis te beleven. Ja. Kan je nagaan, het wijkt nu al windkracht 6. Ja, ik vind het ook dan, al best Het gaat ook best wel hard. We gaan al vaak dik over de 10 knopen. Ja, een zeiler weet dat dat al heel hard is. Hè. Dat is bijna 18 km per uur. Jet, als jij hier komt, ja, gaan we eigenlijk hetzelfde doen als we net hebben gedaan. Okay. Op het moment dat ik tegen je zeg, haal hem maar aan, ja, ga je hier aan trekken. Okay. Ja? Ja? Ah, ik bedoel dat draaien. Dat draaien. En dan ga je proberen het goed mogelijk voor te gooien. Ja. Maar waarschijnlijk kan je het beste. Waarschijnlijk kan je het beste zo gaan zitten. Ja, dat lijkt me een goed idee. Oké, Yvonne, dan gaan we afvallen. Dan ga ik naar voren toe. Oké, Jen. Ja. Zit maar te trekken. Ja, dat is moeilijk, hè? Ik krijg hem niet echt zacht getrokken, hoor. Draai je maar. Wat ben jij dit vaker gedaan? Ja, dat kan je moet je wat mee doen, man. En om het allemaal nog spannender te maken, wil Jet met gevaar voor eigen leven even de boeg bewonderen. Oké, dan gaan we langzaam wat oproepen. Ja, ik vergeet gewoon te werken, maar ik zit om me heen te kijken, Erik. Ik vind het zo mooi, hoor! Ja, dat had je er niet bij gezegd, Erik. Ja, nee, dit stond niet in de polder. Ja, nou, dat was de eerste keer volle zee. Dat viel niet tegen. In de zin dat het is geen kinderspel, dat zeilen. Het is wel echt hard werken, maar man, wat is dat wonderschoon. En wat is die oerkracht van de zee indrukwekkend. Ik kan alleen maar diep buigen voor mensen zoals Erik en Yvonne.
Ja, heb je. Goed zo. 1, 2, 3.